Mijn vader ligt. Oh ja, ligt een beetje verderop. Ja. Dat is een lievelingsboek ook, hè? Van, ja, van die grote. Ja, ja. Ik was aan het twijfelen tussen deze en Twaalicht. Ja. Maar ik vond dat daar in het begin van een boek het gemakkelijkste was. Ja. Elschot was vrijgesloten als figuur. Hij stond maar alleen open bij andere schrijvers, waaronder Kermichelt. Die denkt dat die Kermichelt meer zal geweten hebben van Elschot als ik. Want ik geloof zelf niet dat Elschot ooit de vraag heeft gesteld of dat we zijn boeken gelezen hadden. En ik denk niet dat hem er zo op gesteld was. Ja. Dat geloof ik niet. Een beetje rol natuurlijk voor Willem Elschot als een belangrijk schrijver en iemand die natuurlijk een plaats dient in het pantheon van het Letterkundig Museum, die als geen ander zo economisch kon schrijven en ook zeer vele Nederlandse schrijvers heeft beïnvloed en nog steeds beïnvloed. Mijn brave zuster sprak over haar, waar ze bij zat, als over iemand die afwezig was. Ze heeft goed gegeten. Ze is erg lastig geweest vandaag. Toen ze niet meer pluizen kon, zat ze nog een tijd lang met haar blauwe knokelhanden parallel op haar schoot of urenlang krabbelend aan haar zetel, alsof het pluizen nog nawerkte. Ze onderscheidde gisteren vanmorgen niet meer. Beide betekenden nog slechts nu niet. Punt. Voilà. Dank u voor de aandacht.